Vanavond, 5 januari 2017, vindt hier in het gemeentehuis van Bladel de nieuwjaarsreceptie plaats. Eerst houdt Peter Maas, waarnemend burgemeester van de gemeente, hier een nieuwjaarstoespraak. En dan zijn wij benieuwd wat de inwoners van de gemeente Bladel voor hun gemeente wensen. Van harte welkom hier in het gemeentehuis van Bladel. Fijn dat u met zoveel mensen bent gekomen. Ik heb niet alleen mensen uit Bladel hier, maar ik heb uit Haarlem een hand gegeven, uit Nederstel, uit Kasteren, uit Hoogland. Ja, volgens mij is heel groot hier bijna aanwezig. In ieder geval iedereen van harte welkom. Welkom toch op een hele mooie bijeenkomst. Zijn we aan het begin van het nieuwe jaar. Een bijzonder woord van welkom, en ik zie hem hier toch op de kruk zitten, toch even aan de persoon die eigenlijk hier had moeten staan. Dus Boy Zwarte, burgemeester. Ondanks dat hij een verminderde gezondheid heeft, ik heb denk ik allemaal het verhaal, heeft hij toch in ieder geval de kracht en met name ook de wil om hier vanavond even bij je aanwezig te zijn. Op 27 februari van dit jaar, ik heb ze al gezien, werd onze 20.000ste inwoner getest. En Tess is samen met de vader John en Sharon hier. Tess, dat is natuurlijk al een handkering. Eerst was ze deze was mij toelag of uitlag, ik weet het niet. Maar het is een heel vrolijk kind en volgens mij geeft ze daarmee geeft ze daar toch aan dat het heel goed wonen in het Hapersma, zeker ook het, in de gemeente Bladel is. Maar we groeien door. En tellen per 1 januari, ik heb het even uit laten zoeken. Die stond op 20.073, dus we gaan de staart door. En dan zult u zeggen, nou, waarom is die 20.000ste inwoner, waarom is die nou zo van belang? Dat heeft enerzijds natuurlijk, is het een drempel, 20.000, maar 20.000 is ook met name voor de gemeenteraad van belang. Want dat betekent dat, omdat op de einddatum van 1 januari de 20.000 inwoners zijn bereikt, dat bij de verkiezingen volgend jaar er in plaats van 17 raadsleden 19 gekozen mogen worden. Dus er kunnen twee mensen meer u vertegenwoordigen straks in de raad. En ik denk dat ik samen met u eigenlijk met trots terug kan kijken naar de 6-jarige Tijn Kolsteren. We hebben allemaal toch gezien dat hij een hele mooie, hartverwarmende actie heeft ontketend. Eigenlijk heel simpel. Lak aan, 100 euro binnenhalen. En als je dan in plaats van 100 euro binnenhalen, 2,5 miljoen binnenhaalt. Dat is echt ondenkbaar, zou ik bijna zeggen. En dat eigenlijk niet voor zichzelf, maar toch voor die kinderen die met gezondheid kampen in Afrika. Ik denk dat dat eigenlijk een prestatie is die ze weer graag niet kent. Dus daarom ook dat wij als college in ieder geval besloten hebben, gelijk toen we daar het initiatief vernamen en eigenlijk ook zagen wat voor gedachten erachter zat, dat we in ieder geval deze kanje een jeugdlidje hebben gegeven. Dik verdiend, zou ik zeggen. Ik denk dat onze gemeenschap ook heel trots mag zijn op de prestatie van deze jonge man. Nieuwjaarsreceptie. Deze wensenwals in traditionele maat, repeterende ritmiek en gestolde gebaar. Deze verzameling van reden, verbroedering van middenveld, vereniging van politiek en verbinding van verleden. Iedere wens een verwachting, iedere hand een bedoeling. Iedere schouderklop een akkoord, iedere kus een verbond. En de buitenwereld kijkt toe en oordeelt onbegrip. Klieft de kiesgedachte en vormt een meedogenloze mening. Teleurstelling, onmacht, frustrerend fatalisme borrelt uit de onderbuik en kerft de ziel. Het is nog niet te laat. Maar de hoop huivert om het verstand dat ik u vraag. Vergeet daarom de waardevrije wals. Mijd de middelmaat. Verlaat de repeterende ritmiek en begraaf gestolde gebaren. Maar zoek het gehavende gelaat en kijk eens met open ogen in die opgesloten blik. Dat is wat ik u wens. Mag ik vragen, wat is jouw wens voor de gemeente Bladel voor 2017? Mijn wens voor de gemeente Bladel in 2017 is dat we een geweldige campoptocht mogen hebben dit jaar. Nou, allereerst dat er veel aandacht is voor gezondheid en voor werkgelegenheid. En als dat gerealiseerd kan worden, we hebben een prachtig campy bedrijventrein liggen. Als dat volkomt,
Dan zijn we best tevreden. Dan hebben we dicht bij huis, hebben de mensen werk. Nou, wij wensen heel de gemeente Bladeren in ieder geval heel veel geluk toe voor het komende jaar. Mijn dochter wil ook misschien nog wat zeggen, maar het is nog een beetje te jong voor. Maar in ieder geval zou ik zeggen, heel veel voorspoed voor iedereen. En ook voor de burgemeester heel veel beterschap voor de komende tijd. Gemeente Bladeren, alles goeds toe. Maar ik heb wel bijzonder toch wel, wat me bezighoudt, is de gezondheid van onze burgemeester Boy Zwarten. En ik hoop dat hij toch daar nog uit, zit diep en ik hoop dat dat echt nog een keer goed komt, want dat gun ik hem toch. Voor alle inwoners een gezond en vruchtbaar 2017, ja. Gezondheid is toch het belangrijkste voor ons allemaal, hè. En natuurlijk muzikaal, want wij als PUUR hebben hier een optreden verzorgd om ook de gemeente dat toe te wensen, zeg maar. Ja. En het was leuk, een verrassing. Een jaar vol leuke activiteiten. Dat de gemeente Bladel bruisend mag blijven. En een aangename woonplaats ook voor de jeugd. We wensen natuurlijk in algemene zin dat iedereen in vrijheid kan blijven leven. De laatste tijd zijn er natuurlijk nogal wat aanslagen. En wanneer komt dat deze kant op? Het zal waarschijnlijk een keer gebeuren. Maar komen we even dichter bij huis, dan hebben we te maken met inhabend met een ontzettend groot project waar we mee bezig zijn. De hele gemeenschap eigenlijk. Wij zijn vertegenwoordigers van MKB en hebben daar een eigen visie op, hè, natuurlijk. Maar wij hopen van harte dat het dit jaar zover komt dat we kunnen starten. Want de voorbereiding is heel belangrijk. Zonder goede voorbereiding heb je ook geen goede uitvoering. Dus die voorbereiding is heel belangrijk en daar gaan we ons nu dit jaar voor inzetten. En aan de andere kant gebeuren er natuurlijk nog veel hele leuke dingen. En we zijn als Hapert de laatste weken ontzettend in het nieuws geweest natuurlijk. Ja. Niet alleen met Tijn Koolster, maar ook met juffrouw Kiet. Hè, die geweldig publiciteit heeft gemaakt voor ons palet. Waar een klein dorp groot in kan zijn. Een klein dorp groot in kan zijn. Maar na deze mooie wensen van inwoners van de gemeente Bladel wens ik u natuurlijk ook het allerbeste voor 2017.